29 april 2020, een historische dag. Niet alleen omdat onze club 90 jaar bestaat, maar ook omdat er voor het eerst sinds ruim 6 weken tijdens deze coronacrisis weer gevoetbald kan gaan worden. Laten we dan ook hopen dat de tijden van een verlaten accommodatie vanaf nu achter ons liggen. Nou jongens, zijn jullie weer blij dat jullie mogen trainen? Ja. Ja? Ja, gelukkig wel, hè. Ik vind het ook, ben ook blij van dat ik jullie weer training mag geven. Ja, dat vind ik echt mooi. Nee, maar dat... Zo, jongen. Ja, Marco de Grip, 29 april 2020. Wie had een paar maanden geleden gedacht dat we heel blij zouden zijn dat de jeugd weer zou mogen trainen? Ja, dat is een hele aparte periode inderdaad. Vandaag voor het eerst dat de kinderen weer het veld op gaan. Nou goed, we hebben in het weekend hebben we inderdaad het protocol uitgeschreven. De eerste kinderen staan nu op het veld te trainen. Ja, fantastisch om weer te zien dat we in deze periode zitten. Hopelijk naar meer. Ja, kun je weer zien hoe belangrijk toch dat voetbalspelletje is. Hè? Het is een belangrijke bijzaak in het leven. Maar als het dan eenmaal weer zover is, iedereen hunkert er weer naar. Hè? Die kinderen die vol vreugde daar bij het hek stonden. Ja, inderdaad. Maar je ziet het ook bij de ouders eigenlijk die de kinderen komen afzetten. Eigenlijk, volgens mij zijn die er ook wel een beetje klaar mee. En je ziet inderdaad aan de kinderen die staan te springen. Die willen weer lekker voetballen. De trainers willen weer lekker aan de slag gaan. Dus we hopelijk zo snel mogelijk naar de oude periode eigenlijk weer. En dat zie je wel terug. De opkomst is goed. De eerste opkomst. We hebben een protocol uitgeschreven. Daarvoor doen ze inderdaad op dit moment ook goed aan. Ja, naarmate het beter gaat, hopelijk kunnen ze over 2 of 3 weken na 2 keer in de week weer trainen. Dus, ja, als we nu kijken naar deze leeftijdscategorie, tot 12 jaar is misschien nog wel het makkelijkste. Hè? Want ja, die kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Dit gaat als van ouds. De uitdaging komt bij de oudere jeugd straks. Nou, dat is inderdaad zo. Nou goed, wij hebben vanuit de KNVB zijn er ook al inderdaad wat oefeningen gemaakt op afstanden van 1,5 meter. Het is wel te doen, want de jongens zijn gewoon vrij. De trainers zijn vrij om de trainingen te geven. De kinderen mogen onderling gewoon lekker partijspelletjes doen. Als dit allemaal goed gaat, en het lijkt gewoon heel goed te gaan, dan gaan we vanaf volgende week gaan we ook starten met de bovenbouw. Ja goed, en dan is het aanpassen. De trainers moeten zeg maar, de oefeningen gaan bedenken met 1,5 meter afstand. Op zich is dat een hele klus. Het zijn altijd weer momenten dat je wel bij elkaar komt, maar we zullen het zien. We houden het nu gewoon goed in de gaten. Even dribbelen. Hop. En je sluit daar weer achteraan. Ja, Karel van der Wij, een bijzondere dag. De jeugd is weer aan het trainen. Het jubileum natuurlijk. Ja, dit had je niet voor mogelijk gehouden een paar maanden geleden. Dat we heel erg blij zouden zijn als de jeugd ook maar weer zou trainen. Nee, dit is echt wel heel bijzonder. Dat hebben we natuurlijk allemaal nog nooit meegemaakt, denk ik. Het is weer een nieuwe bladzijde in de geschiedenis van de vereniging, denk ik. Maar ik ben blij dat ze allemaal weer, of de meeste allemaal weer een beetje op het veld zijn. En dat ze weer een beetje bezig kunnen. Want je ziet aan de kinderen gewoon hoe blij ze zijn dat ze nu weer aan de slag kunnen. En dat is mooi om te zien. Ja, je zegt het zelf al, hier praten we met 100-jarig bestaan bij wijze van spreken. Praten we hier nog over, hè? Ja, dit wordt een van die dingen in de geschiedenis van de club. En niet alleen in onze club, ik denk bij alle clubs. Dat je zegt, weet je nog die coronatijd? En ik hoop dat we daar later allemaal een mooi verhaal over kunnen vertellen. In plaats van een heel negatief verhaal. Hoofdbrekers, die zijn er nu nog wel, hè? Ja, nou ja, kijk, nu zit je midden in die periode, om het zo maar te zeggen. De naweeën, die zullen wat langer duren. Dat geloof ik echt wel, ja. Als we nu vandaag ook kijken, oké, de jeugd is weer aan het trainen, maar de kantine is natuurlijk bijvoorbeeld gesloten. Ik neem aan, velduur moet er wel weer betaald gaan worden. Het zijn allemaal dingen waar je wel mee te maken hebt. Ja, kijk, wel niet betalen. KNVB die helpt natuurlijk mee. Ik ga ervan uit dat onze gemeente ons ook gaat helpen. En zoals de regering de gemeentes weer zal helpen, dus het moet allemaal een beetje in elkaar sluiten. Daar ben ik op zich nog niet zo bang voor, maar de kantine, ja. Dat is een van onze 3 pilaren van de vereniging. En niet bij ons, maar iedereen, denk ik. En zo'n periode, helemaal in de zomerperiode, dat scheelt gewoon tienduizenden euro's. Ja, want eigenlijk deze maanden zijn eigenlijk min of meer toch wel de winstmaanden. Dit zijn de maanden dat je het als club moet verdienen. Je hebt mooi weer, je loopt tegen het einde van de competitie aan. Dus er komen mooie wedstrijden, derbies, bekerwedstrijden. Ja, en die mis je nu allemaal qua omzet. Denk je al verder vooruit? Want ja, het kan nog wel eens het langer gaan duren natuurlijk. Hè? Dat er misschien wel even weer gevoetbald kan worden. Maar niet dat die kantine open kan of dat het publiek kan komen.
Nee, het is op dit moment allemaal koffiedik kijken, Gerry. We weten allemaal, het kan heel erg lang duren. Mocht er wat gevonden worden, mocht ons allemaal heel goed aan de regels houden, dan kan het misschien wat sneller. Maar ja, ik kan er geen zinnig woord over zeggen. Wanneer, wie, wat en waar. Nee. Hoe gaat de shirt? Doei, hoi. Oh, 7 uur komt de moeder.